Wat je van hem moet weten is dat hij zeer teruggetrokken was. Hij is altijd in de Kempen blijven wonen in Balen, in een boerderij. En van daaruit uh, de wereld, uh, naar de wereld keek. Het is iemand die, uh, om het met een woord te zeggen inclusief, dacht van. Wie bepaalt wat kunst is? Waarom is die criticus meer beslagen om mijn kunst te beoordelen dan zijn buurvrouw, de, de bakker, of zijn collega in school of de leerlingen. Dus het was een, een zeer, ja, wat dat betreft, heel genereuze kunstenaar. Aan de andere kant, hij gaf nooit zelf tekst en uitleg bij zijn kunstwerken. Die moest je er zelf maar bij verzinnen. En dat is niet altijd even gemakkelijk. Hij was er als de dood voor dat mensen zouden profiteren van hem. En als kunstenaar is dat dan natuurlijk ook financieel. Een kunstenaar die beroemd wordt, zijn werk wordt meer geld waard. Dus hij vond het een ondraaglijke gedachte dat andere mensen geld zouden verdienen met zijn zweet. Hij was een conceptuele kunstenaar, iemand die vanuit ideeën kunst maakt, dus niet dat hij niet kon schilderen of geen ambacht van de kunst niet beheerste, hij heeft ook een opleiding gehad, maar dat interesseerde hem niet in de eerste plaats. Dus puur esthetiek interesseerde hem niet. Ofwel de problematiek van esthetiek, die interesseerde hem wel. Waarom is iets mooi, waarom wordt iets mooier voorgesteld dan het is? En waarom worden mensen verleid met schoonheid? Daar was hij ook wel zeer sterk mee bezig. Maar het is ja, zeer uiteenlopend. Hij heeft heel veel fotografie gedaan. Uh, hij heeft ook uh, ja, conceptuele dingen gedaan. Een van de leukste dingen die ik uh, mij herinner is dat hij met een bloemkool op de achterbank van zijn auto door Vlaanderen reed om die bloemkool Vlaanderen te laten zien. Ja, je kan het niet zo gek bedenken. Jommeken zou het kunnen bedacht hebben, maar het was chefhuis.